Hallo! Hoi. Ben jij Tiano? Ja. Hey! Yo, Nintendo fans! Super tof dat je weer kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Ik zit in de auto! Ja, dat zie je niet zo heel vaak op mijn kanaal. Maar als ik in de auto zit, dan weet je dat er iets leuks gaat gebeuren. En vandaag gaat er iets leuks gebeuren. Want een van mijn trouwste kijkers, Tiano, is vandaag jarig. En zijn moeder vroeg, Rick! Kan je niet gewoon langskomen bij ons om met Tiano zijn verjaardag te vieren? En toen dacht ik, het is al super lang geleden dat ik naar iemand geweest ben. En ik dacht van ja, het wordt eigenlijk ook wel weer gewoon een keertje tijd. Dus ik had er wel zin in. En dat is dus wat we vandaag gaan doen. Ik wil dat bij heel veel mensen doen. Ik wil dat bij heel veel van jullie kijkers doen. Maar het is gewoon heel erg moeilijk om ja, bij iedereen langs te gaan. Dat gaat gewoon niet. Hoe graag ik dit ook zou willen. Zet dus niet je adres hieronder in de comments. Maar Tiano is zo'n grote fan. Plus, Tiano die heeft een hond die Eevee heet. En als je jarig bent en je hebt een hond die Eevee heet, dan moet ik wel langskomen. Dus we gaan eens kijken wat hij ervan vindt. Ik ben zo benieuwd naar zijn reactie. Hij weet inmiddels dat we komen. Dus wat dat betreft is het geen verrassing meer. Maar ik heb echt onwijs veel zin om gewoon zijn reactie te zien. Tiano, ik ben er bijna. Zo, we zijn er. Tiano wordt 8 jaar, jongens. Het is echt een lange tijd geleden dat ik 8 jaar was. Toen ik 8 jaar was, speelde ik denk ik mijn eerste Pokémon spelletje of zo. Dus ik ben ook heel erg benieuwd of Tiano ook zo'n grote fan van Pokémon is als ik. En ik ga even kijken of ik zijn huis kan vinden, want ik loop in zijn straat. Maar ik weet nog niet precies waar het is. Ik heb het gevonden, jongens. Er staat een hele grote Ik ben 8 jaar poster voor het raam. Dus dat is niet te missen. Hallo! Ben jij Tiano? Ja. Hey, er is een eenjarig. Hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat Ben. En jij? Ja. Mag ik binnenkomen? Kijk, ik zag al dat jij jarig was. Of tenminste, ik zag dat jij hier woonde. Want dit stond gewoon voor het raam bij jou. Ja. Wow, 8 jaar. Ja, mijn moeder heeft contact met je opgenomen. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. Oh ja, en er is ook nog een hond hier. Ja, Eevee heet hij toch? Ja. Oh, ik ben zo benieuwd naar Eevee ook. Ja. Ik heb alles al over hem gehoord, joh. Merkel's herder is het. Ja, gaaf man. Wow, zat je aan de Minecraft? Ja. Minecraft. Cool. Gaaf. Is dat je favoriete spel? Of Pokémon? Nee, Pokémon. Yes, goed zo. Daar komt Eevee. Eevee. Ja, kom. Eevee. Hallo. Ja. Snuffel, snuffel, snuffel. Hey, je bent veel te snel voor mijn camera, joh. Hey. Ik heb mijn moeder eigenlijk in de lip gebeten. Ja, echt? En hoe kwam dat? Vertel eens wat mama wilde doen. Een vriendje geven? Nee, ik wilde mijn boterhammenworstje geven. Oh ja! Ja, dood! Nou, ik vind Eevee hartstikke lief. Zo, ik heb net een lekker taartje al gegeten. Dat was super lekker, dank jullie wel. Oh, ja, nu wil Tiano even zijn verzameling Pokémon kaarten laten zien. Ik heb er echt veel. Ja, dat zie ik. Je hebt er echt veel. Maar je wil even Ultra Beast kaart laten zien aan mij. Ik ga hem even zoeken. Hij moet hier ruiken. Ja, waar is die nou in heel die stapel? Oh, je moet hier even bij zitten, denk ik. Ultra Beast. Oh ja, een Buzzhole. 1, 2, 3. Dan moet je scherp stellen, dat weet je. Ja. Wow. Een Buzzhole. Die is echt vet. Mm-hmm. Is dat je favoriete kaart? Welke vind je het allertofst? Ik vind een Eevee wel tof. Eevee, net als je hond. Ja. Ja. Hey, maar. Dus jij verzamelt heel graag Pokémon kaarten, toch? Ja. En het is vandaag je verjaardag. Hoe oud werd je ook weer? 8. 8, hè? Ja. En als er iemand naar je verjaardag komt, dan kan die eigenlijk niet zonder verjaardagscadeautje komen, toch? Nou, of niet per se, hoor. Kijk, dat is super bescheiden. Ja, dat vind ik heel goed. Maar. Ik heb wel een cadeautje weer meegenomen. Wat? Ja. Wow. Wil je die hebben? Mhm. Oh ja. In de tas. Ik heb ook nog Pokémon-muntjes, hè? Ook nog? Ja. Wauw. Even kijken hoor waar je cadeautje is. Of ik hem niet toevallig vergeten ben. Nee, grapje, ik ben niet vergeten. Maar jij hebt al zoveel Pokémon-kaarten. Ja. Ja. Zelfs heb ik deze ketting nog. Ja, die is echt zo tof. Mag ik die even? Die wil ik ook zien. Die is echt heel gaaf. Ja, zit ook op mijn Facebook. Echt een Pikachu bling bling ketting. Die is heel tof. Ja. Hé, maar ik zal ik je cadeautje geven? Mm-hmm. Kijk, ik dacht, jij vindt Pokémon-kaarten superleuk. Dus, een Mewtwo? Een Mewtwo Detective Pikachu box heb ik voor je meegenomen. No way. Vet, hè? Ja. Zullen we die even daar uitpakken op de bank? Ja. Hoi, Eevee. Eevee komt ook weer. Ja. Zo hé, en ook nog die kaart. Oh. Die grote kaart is ook gaaf. Hè? Heb je al een grote kaart of niet? Ja. Ja? Ja, op zolder. Maar deze Mewtwo is ook wel heel gaaf. Kijk. Oh. Hoppa, zo doen we dat. Eens kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. Ook nog zo'n Leo. Ben je daar fan van?
Ja, vind ik wel leuk van de drie evaluaties van Abby. Ja. Zullen we kijken wat je hebt? Allemaal? Ja. En Team Skull Grunt. En een Poison Item. Brown. Ja, echt raar. Poison Barb. The Free. Hey, die is leuk. En een Requanit, een super moeilijke naam. Ja. Oeh, en een Picky Pack. Hey, die is leuk. Ja, en een Barrow. Yes. Fomantis. Fomantis en een... Ja, dit is altijd een beetje... Die heeft altijd een gekke naam, heeft hij. Ja, Mollyful. Morlul heet hij. Ja, Morlul en ja, de hele laatste... gekke naam. Skarmory. Wow, Skarmory. Dat is een toffe vogel, hè? Ja. Die is mooi. Ja, echt. Is denk ik een ijzervogel. Heel goed. Dat is inderdaad een ijzervogel. Ik heb zelfs nog opa's schuur vogels heeft hij. Echt? Ja. Ook tof. Echt, hè? Dat had ik vroeger ook. Al voor jaren. Toen ik nog thuis woonde bij mijn ouders. Echt? Ja. Die had ook vogels. Beware. Beware. Ja, die heb ik ook al. Ja. Ik heb een... Oh. Simisage. Maar dan in de shiny. Een supergroene aap. Een... Sock. Wok. En een... Togedemaru. Ja. Die is leuk, hè? Ja, echt. En een... Wingpot. En een Rattata. Hey. Alola Rattata. Dus dit zijn Alola voor me. Ja. Nu gaan we de andere kaartjes even doen. Gaan we Detective Pikachu uitpakken? Ja. Detective Pikachu? Hey. Al meteen zo heen. Hoppa, die is leuk. Een Charmander? Ja. Een Jigglypuff? Ja, met haar of zo. En een Magikarp. Zo hé. Als hier gewoon dezelfde in zitten, gaat het echt raar worden. Wat sorteren ze niet eens? Zou zomaar kunnen hoor. Dan kan je die ruilen of schooien. Ja. Met je vrienden. Heb je vrienden ook Pokémon kaarten? Ja. Ja? Jace heeft te veel. Dan kan je misschien met Jace ruilen als je een dubbel hebt. Wat? Kijk, zie je? Maar wat die laatste is wel echt heel leuk. Zag ja. Die laatste? Een Ditto. Ha. Die is heel gaaf. Die heb ik nog niet zo vaak gezien trouwens hoor, die Ditto. Die is volgens mij best wel zeldzaam. Ja, want echt, een Ditto kan je ook vinden in Pokémon Sun and Moon. Ja. Heb je die eigenlijk al? Volgens mij wel. Heb je die ook uitgesproken, Pokémon Sun and Moon? Mm-hmm. Shit. Ja, maar Pokémon Moe ben ik kwijt en daar heb ik alle goede Pokémon. Oh, jammer. Ja, en ook nog de meeste. Maar binnenkort komen Pokémon Sword and Shield, hè? Wist je dat al? Komen de Pokémon spelletjes voor de Nintendo Switch. Echt? Ja. Oh ja, die weet ik. Heb ik in Nintendo eShop gezien. Ja, precies. Duurt ja. Nog 2 maandjes. 2 maandjes? Ja, in november komen die. Dus nu, okay. Oh nee, dit is al bijna. Nog 1,5 maand. Je bent wel echt netjes, man, met openmaken van die pakjes, met de schaar en zo. Dank je. Ik scheur ze altijd open, maar jij doet echt super netjes. Yes! Ja, die heb ik nog niet. En ook nog in de normale vorm, denk ik. Gaaf, hè? Ja. Hoppa. Sorry, was geluk. Ja, dat is een hele mooie. Een Greninja. Heb ik een. Een Psyduck met hoofdpijn. Ja. Lickitung. Wat doet hij? Inderdaad. Charmander. En de Charmander. Zullen we die Greninja nog even laten zien? Ja. Die is echt cool, hè? Ja. Ja, die is heel gaaf. Hey, het is alweer je laatste pakkie. Ja. Dus kijken. Hopen dat er wat moois in zit. Liking? Ja. Dit is echt geen mooie kaart. Nee, dat is de luiste Pokémon ooit. Die slaapt alleen maar. Magikarp. Nog een keer en wat is dit? Jigglypuff. Echt, die is echt een luie Pokémon. Ja, maar die heb ik ook nog nooit gezien, die kaart. Die is volgens mij ook wel zeldzaam. Ja, denk ik. Volgens mij wel. Ja. Hey, wat vond je ervan voor je cadeautje? Superleuk. Ja, ben je er blij mee? Ja. Goed zo. Want ik heb al 2 cadeautjes Pokémon kaarten. Ja. Ja. Heb je meer Pokémon kaarten gekregen als cadeautje? Ja. Ja. En welke vond je nou het mooiste van deze hele stapel? Een Greninja. Want die heb ik nog nooit gehad. Nee, die is echt vet. Ja. Ben je blij dat ik langs ben gekomen? Ja. Of moet ik alweer naar huis gaan? Nee. Zullen we nog een spelletje spelen? Vind je dat leuk? Even samen op de Nintendo Switch. Ja, dat kan. Ja? Ja. Nou, dan gaan we dat even doen. Nou, we gaan even Mario Party spelen nu. Ja. En dan moet ik natuurlijk mijn Nintendo Switch moet ik los hebben. Maar de opa van Tiana, die heeft echt iets super moois gemaakt. Kan je dit eens laten zien? Dan kan je dan gewoon heel makkelijk zo je Nintendo Switch opzetten. En dan heb je hem gewoon lekker op tafel staan. Ik heb mijn opa uitgemeten. Echt heel mooi. Deze foto heeft hij op de computer gedaan. Ja. Ja. Dat is echt heel gaaf. Ja. Een mooi Pokémon plaatje erop. Ik vind het echt heel tof.
Ja. Dan gaan we lekker Mario Party spelen? Ja. Alright. Zo, ik heb je nog even geholpen, hè, ja, om alle Pokémon te krijgen in Pokémon Let's Go Pikachu. Ja, you complete your Pokédex. Yay! Wonderful. Heel goed. Nu krijg je dus een award en je hebt je Pokémon diploma. Gefeliciteerd. Dit diploma laat zien dat je je Pokédex helemaal compleet hebt. Echt? Zo hé. Gaaf, hè? Ja. Je bent nu een echte Pokémon trainer. Ja, en dat is nog niet enigste. Nee. Heb niet eens de Master Trainers verslagen. Dat ga je nu zeker doen. Ja, denk ik. Tja, steeds als ik die Charizard trainer ga proberen te verslaan, maakt hij me nog steeds in. Ja, die zijn veel sterker. Ja, en nog. Dat is nog niet het enigste. De mijne is gewoon 85. Ja, en die van hem is 75. Ja, maar alsnog hij heeft wel sterkere moves, hoor. Ja, nee, die zijn super sterk, ja. Ze zijn heel moeilijk te verslaan. Ja. Vond je het leuk? Mm-hmm. Heb je nice zin gehad? Ja. Echt Pokémon trainer, Pokémon diploma in de pocket ook? Ja. Hey, krijg ik een high five van je? Yes. Nou, een hele fijne verjaardag. Dank je. En misschien zie ik je nog een keer op een meeting of zo. Oké. Ja, toch? Oké. Doei doei! Hartstikke bedankt! Graag gedaan! Nou, dat was hem weer. Ik loop nu lekker in de regen. Oh, lekker. Maar het was super gezellig. Het was echt heel gezellig. We hebben allerlei gamepjes gedaan. Mario Party, Smash. Tiano heeft nog de Pokémon kaarten uitgepakt. En hij is natuurlijk officieel Pokémon meester nu in Pokémon Let's Go. Want we hebben ook nog even al die Pokémon gerald die hij nog nodig had. Dus dat is echt super tof. Als je dit nou een leuke video vond, doe dan zeker even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer Pokémon Nintendo video's. Dan ga ik lekker naar huis rijden en dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!